Een puntje op verplaatsing, is de trainer dan tevreden? Nou, ik vond het spel niet echt om naar huis te schrijven. Het was enorm wisselvallig. Ik vond de eerste helft niet echt zo spetterend. We hebben dan heel slecht begonnen, vond ik. We komen twee keer goed weg, we herpakken ons dan. En dan spelen we bijna constant op de helft van de tegenstander. Maar we creëren niet echte kansen. Ja, dan, wij verliezen de bal aan de zijkant, op onze zijkant van de 16 meter van hun. En in een omschakelmoment twee, drie passen zijn heel erg binnen. En dit is een wedstrijd geweest die enorm veel gekanteld heb. Hun sterker, dan wij in een korte periode, dan hun weer. In de tweede helft vond ik ons weer redelijk goed starten. En op een gegeven moment kregen wij weer geen grip op die wedstrijd. En de balcirculatie van hun was goed, de beweging was goed. En onze organisatie was een stuk minder. En dan hebben we toch blijven wisselen, positioneel wisselen om te zoeken en te vinden wat we wilden. Ja, en op een gegeven moment gaan we met vier spitsen spelen en we scoren twee goals in één minuut. Daarvoor hadden we een hele grote kans met Carvalho. En dan is er nog een minuutje of 16, 17 spelen. Dan denk ik dat je dan toch de punten gaat meepakken. Ja, dan maken we weer een beetje dezelfde fout. Dan gaan we niet op ons elan en ons geluk door. Dan gaan we weer achteruit kruipen. Moesten we wel noodgedwongen twee wissels doen door kwetsuren. Één zeker. En dan... dan slikken we eigenlijk een hele soft goal tegen wat absoluut niet nodig is, 2-2. En toen kon die wedstrijd ook alle kanten op. Hun kunnen nog winnen, wij kregen nog wat kansjes. Niet echt uitgespeeld. Maar ik denk dat hun het betere van het spel hadden. Als je op 17 of 20 minuten voor tijd 1-2 maakt, dan moet je die wedstrijd doodmaken. Dan moet je die punten in de zak stoppen en meepakken naar Antwerpen. Je zegt kwetsuren, is er iets om je zorgen over te maken? Nee, niet om zorgen te maken, maar ik moet zeggen dat de wilskracht en het niveau van werken eigenlijk heel goed is. Dat is de laatste week, eigenlijk na de wedstrijd van Dessel, heb ik daar niet over te klagen. Die jongens leggen een kop ervoor, ze werken, ze lopen. Ja, dan heb je toch wat jongens die wat moeite hebben. Hè. Van Velsen moest eruit, hij had nog wel last van zijn enkel. Salomon hebben we dan laten staan, maar die had ook last. Segier, zijn schouder weer, hè, van voordien. Maar ik denk dat het allemaal weer in orde gaat komen. We zitten nu 6 wedstrijden ver. Zie je progressie? Ben je daar waar je nu zou willen zijn met de club? Nee, belangen niet. Niet met mijn team en niet met de club. We hebben nogmaals een weg ingeslagen. Dat is geen gemakkelijke weg. Verleden jaar hebben we al een beetje proberen te professionaliseren. We hebben dan nu dit jaar een vervolg aan gegeven. Ik moet zeggen dat het allemaal de goede kant op gaat. Dus de randgebeurtenissen, dus buiten het voetbal op de mat... Het gaat de goede kant op, de structuur wordt beter. Ja, dat zijn toch allemaal dingen die heel belangrijk zijn om een kader te creëren om goed te kunnen werken. Nou, daar zijn we enorm hard mee bezig. Iedereen werkt keihard van 's morgens tot 's avonds. Maar de resultaten van het sportieve vallen mij eigenlijk een beetje tegen, als ik het eerlijk mag zeggen. Ik vind dat de automatismes die we elke dag intrainen en inoefenen, nog niet veel terugziet op het veld. En dat heeft natuurlijk heel veel, daar kan je heel veel excuses voor aanhalen. Laat komen, niet fit, noem maar op, CLA. Maar ja, het gaat toch om het resultaat. En als je niet goed speelt, dan blijft het resultaat ook een beetje achter. Dus ik vind dat we dominanter moeten spelen. We moeten meer voetballen, we moeten meer durven, we moeten meer lef tonen. Ja, en in de zone van de waarheid hebben we het gewoon heel erg moeilijk. En dat is nu al 6 matchen. We creëren iets te weinig kansen voor het balbezit dat we hebben. We hebben tegen Lommelveld balbezit gehad. Tegen mijn schoen hadden we redelijk veel balbezit. Al zag het er voor mijn schoen wat scherper uit. Aalst hebben we veel balbezit gehad. Vandaag hebben we ook momenten gehad in de eerste helft dat we ook veel balbezit hadden. Maar het vertaalt zich niet in kansen creëren. Je moet kansen creëren om te kunnen scoren. Ja. We hebben nu redelijk een moeilijke wedstrijd toch gehad en verschillende keren wat tegenslag gehad. Maar we klampen nog steeds aan. De punten houden ons, de andere ploegen verliezen, winnen ook niet. Dus we blijven toch nog een beetje mee van boven spelen. Heb je hoop dat het nog goed komt en dat je toch de eindronde met gemak gaat halen? Of gaat het niet zo simpel zijn? Met gemak zal niks gebeuren. Je kan succes niet uit de lucht komen laten vallen. Je moet er keihard voor werken. Dat doen we enorm. De spelers ook zijn vroeg op de club, blijven lang. Er wordt specifiek gewerkt. We hebben heel wat jongens die een fitnessachterstand hadden en nog. Dus daar werken we enorm hard aan. Nou, dat gaat trager dan ik gehoopt had.
Ook de automatismes gaat trager dan ik gehoopt had. Bijvoorbeeld de corners en de vrije schoppen. Ja, dat is, we trainen er zoveel op. En we bakken er eigenlijk relatief weinig van. Dus dat valt me een beetje tegen. Nu scoren we wel toevallig wel op een inworp die we getraind hebben. Dus dat kon me terugleggen, voorzet binnen. Dus daar was ik wel tevreden over. Maar het komt er nog niet uit. Maar dat heeft tijd nodig. En op een gegeven moment gaat het die puzzelstukjes in elkaar vallen. En dan denk ik dat je vertrokken bent. Het scorend vermogen, dat hopen we toch nog op te krikken. Daar wringt een beetje het schoentje. We krijgen ook iets te veel calls tegen. Dus we hebben nog heel veel, zoals dat zo mooi zeggen, heel veel werkpunten. Nou, daar gaan we mee aan de slag. Ik ben altijd heel positief daarin. Ik heb daar een goed gevoel over. We gaan een mooie soepen maken, maar de smaak is nog niet naar mijn goesting. Dus ik wil nog een beetje peper, een beetje zout, een beetje curry erin smijten. Ja, en de melange is er nog niet. En daar hopen we heel snel resultaat in te krijgen.